Ja, Jack zo jongen. Yes. 8,5 jaar lang werkten de twee samen. Een periode met hoogtes en laagtes. Maar voor de coach is het nu gedaan. Volgens de Vulder ontbreekt het bij Sugar Jackson aan motivatie. Hij heeft alles bereikt wat een topper in de boksport kan bereiken. 5 keer Europees kampioen, 2 keer wereldkampioen en noem maar op. Als ik hem zie nu, dat de leeuw is er niet meer. De laatste kamp van de Ghanese Belg dateert al van maart. Hij werd toen knock-out geslagen en mocht nadien niet meer boksen omdat het medisch onverantwoord was. Deze maand ondergaat Jackson een oogoperatie, waarna hij in theorie mogelijk weer mag boksen. Maar de Vulder denkt dat hij niet meer op topniveau kan terugkomen. Eerlijk gezegd, ik heb hem 8 jaar alles erin gestopt. Die achter mij komt, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat misschien dingen eruit halen en nieuwe dingen erin steken. En dat is te laat nu. Ze moeten hem nemen zoals hij is. En geloof mij, nee, het lukt niet. Voor de Vulder is dit een definitieve breuk, maar dan wel alleen op sportief vlak. Een breuk in de boksport. Ik hoop geen breuk in ons dagelijks leven. Het blijft voor mij een fantastisch mens. Het was voor mij een speciaalke, als een zoon. Maar is het een breuk in de boksport? Voor mij wel, ik stop erbij. Jackson zelf wou wel reageren, maar mocht niet van zijn omkadering.